Goedemorgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. De kindjes die zijn lekker in vakantiemodus. Jo, die zit lekker zo. Kekkies. En hier zit Sammy. Yay! Yay! Liam is lekker aan het spelen. Hi Jordi. En vandaag hebben we geen enkele afspraak staan. Dus ja, lekker rustig aan doen. Lekker gewoon pyjama dingen aan. En niet veel doen. Niet bijten. Oh, je bijt gewoon elke keer. Hè? Doet hij ook niet expres, want hij doet dat uit enthousiasme. Gewoon dat hij, dan hangt hij op me en dan is het net een Walking Dead, zo'n zombie. Wee! Are you ready? Wee! Nee, niet bijten. Komt hij weer aan, onze Jordi? Jee. Hallo Jordi. We hebben een leuk weekend in principe. Niels die is zondag jarig. Liam heeft niet geslapen. Sam is al wakker. En Jordi is ook net wakker, want Jordi heeft ook even geslapen. Dus hij is weer vrolijk. Ja, je bent weer vrolijk. En hij heeft ook al wel buikpijn. Maar omdat hij dus geslapen heeft, kan het leven weer een beetje beter aan. Nou, kom gauw. Klim op mama. Ik ga hem even naar beneden brengen. Drinken geven. Oh. Dankjewel, schat. Ik hou van jou. Nog een kus. Wauw. Lekker van genieten. Ik denk dat op zijn kop kijken leuker is. Is dat zo, Sam? Is op zijn kop kijken leuker? Liam heeft nog steeds niet geslapen. Hij heeft wel straks heel even op de bank gelegen, maar dat was geen succes. Wat kom jij nou weer doen? Overal waar mama is, moet je ook zitten, hè? Ja. Dadelijk komt papa alweer thuis. Ja, echt wel. Papa komt dadelijk alweer thuis. Ik heb na het eten Joef in de douche gedaan. Want het hondje had zoveel last van haren. Dus om eventjes te vergemakkelijken voor haar heb ik ze even gewassen. Straks heel eventjes goed borstelen. En dan hoop ik dat ik ze wat geholpen heb. Daarna ben ik zelf even douche gedaan. Daarna ben ik zelf even in de douche gegaan. En de douche gepoetst, et cetera. Nu hebben we alle kindjes lekker aan de fles. Ik denk dat die van Jordi nou net op is. Dus Jordi krijgt ze ook een onderbroek en een hemdje aan. En dan gaan ze lekker allemaal naar bed. Liam heeft het volgehouden. Die zal daar wel heel snel slapen. En dan is het tijd om wat op te ruimen en gewoon niks te doen. Morgen is Niels gewoon lekker thuis. Jij bent nog niet klaar. Hij moet iets meer drinken. Hij hoeft niet de hele fles van mij op te drinken, maar hij moet wel iets meer drinken. Een hele goeie. Morgen, nog een paar minuten en is middag. Sam gaat zo nog naar bed. Liam en Jordi zijn al boven. Niels die gaat ze zo naar boven brengen. Het is één grote puinbende. Maar goed, hè, dat tezijde. Ik heb cadeautjes voor mijn neefje. Een cadeautje voor mijn neefje. Een cadeautje voor mijn tante. Niels is morgen ook jarig. Ja. We hadden een cadeautje besteld, maar die is nog niet binnen. Die komt maandag pas binnen. Maar ik heb
een paar cadeaus voor hem. Dus ja, dan ga ik die inpakken. Zodat de kindjes dat kunnen geven. Dus ja, dat is wat we moeten doen. We hebben boodschappen gedaan. Morgen komen mijn opa en oma, de moeder van Niels en mijn ouders. Die komen voor de verjaardag van Niels. En ja, ik ben ook al bezig met dingen maken voor morgen. Want morgen gaan we barbecuen. Dus ik ben al mijn zoetzure komkommer aan het maken. Die is nu al in de zout, staat die al. Zodat ik het mengsel kan maken en dat ik hem lekker kan marineren. Ik ga zo dadelijk eventjes de kip snijden voor de kipsaté. Dat het alvast in kan trekken. Dus ja, daar ben ik al mee bezig. Ik ben ondertussen weer mee opruimen. En dan als de kindjes weer wakker zijn, moeten we naar de verjaardag van mijn tante en van mijn neefje. Dus ja, drukke dag. Ik weet niet wat ik ga vloggen. Ik ga mijn best doen. En toen was de zaterdag alweer zo goed als voorbij. We hebben verjaardag gehad. En we zijn erheen gereden. En daar heb ik niet gefilmd, want dat is gewoon privé. Dat is van een oom en een tante van mij. En de kindjes hebben zich daar uiterst vermaakt. Maar sommige dingen zijn en blijven gewoon privé. Dus vandaar. Ja, dan gaan we dus onderweg naar huis. Het is even een stukje rijden. Hopelijk vallen de kindjes in slaap. Ze hebben wel gewoon goed gegeten en gedronken. Dus we gaan het zien. Inmiddels zijn we thuis, ligt de Bambi Spender bed. Normaal leest Niels nooit de reacties, maar ik heb het nu wel even laten lezen. Het zijn allemaal leuke reacties, allemaal dankjewel. Hele leuke, lieve reacties. Wij zijn er heel blij mee, toch? Nou, ik wou ook eventjes nog melden. Ik ga nu heel eventjes mijn Bertje Hendricks uitdoen en even iets simpels. En dan ga ik hier even aan de gang. Niels zit nu voetbal te kijken totdat ik hem onder zijn hol schop en dat hij ook iets moet doen. Oh. En dan ja, is het weer een keer naar bed toe. En morgen weer een dag. Want morgen is deze oude reus, wordt hij 35. Ja. Hè, ouwe? Mm-hmm. Ben ik weer jonger als jou. Ja. Nee. Ja, dat is die jarige papa. Ben je van plat? Jij moet papa knuffelen. Papa moet vandaag alle knuffels hebben. Ja, papa moet alle knuffels hebben. Oh. Ja, papa. 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 Papa heeft een lekker konijntje. Oeh, konijntje. Oh, maar die is jou niet belangrijk om mama te telefoon. Hey. Is dat jouw konijn? Is het toch wel belangrijk? Stiekem toch wel dus. Papa, hoe voelt het om een jaartje ouder te zijn? Papa. Zo, oké, dat je oud bent. Papa voelt zich opa. Nee. Papa is jarig. Kan je een kusje geven aan papa? Ah. Ja? Ah. Oh jee. Papa is jarig.
Daar zit hij nog te etteren. Jordi slaapt nog, maar die gaan we wel zo wakker maken, want het is 9:10. Gisteren heb ik cadeau van Nielsen gepakt. Eigenlijk zou hij iets anders krijgen, maar die komt maandag pas binnen. Dus ik moest even improviseren. En ja, dat heb ik gedaan. Dus heeft hij 2 cadeaus. 3, 4. Nou, in ieder geval, hij krijgt een paar cadeaus. En maandag krijgt hij nog een cadeau. Dus ja, dat. Als goed komt dan pas binnen. We gaan een cadeautje uitpakken als Niels weer beneden is.
Je hebt gewoon in je mond zitten, ik weet niet. Ik heb even gedoucht. Ik heb hier in principe alles klaar. Ik heb voor de barbecue zover alles klaar. Ik moet alleen nog even een couscous salade maken, maar die maak ik straks even. Kindje ligt op bed. Niels is even een nieuwe fles halen. Voor Jordi. Want Jordi zijn drinkfles is kapot. Doet niks meer. Tenminste, hij lekt. En we hebben al naar mijn braam en alles gekeken. Het werkt allemaal niet. Dus dat. Zo dadelijk komt een vriendin van ons petekindje, die komt zo even op bezoek. En dan komen straks mijn ouders, mijn opa en oma en de moeder van Niels. Alles en iedereen is geweest en zijn nu weer naar huis. Ik heb een keuken waar je u tegen zegt, vol met bende. Vaatwasser als die klaar is, even uit en inruimen. Ik moet hier nog even van alles doen. Komt goed. Niels is zijn moeder wegbrengen. En dan gaan we het zien. Niels, hoe voelt het nou om 35 jaar te zijn? Hetzelfde als gisteren. Dat is eigenlijk geen verschil. Oké. Maar we hebben toch wel een leuke dag gehad. Ja, zeker. Lekker gebarbecued. De seniorenclub op bezoek gehad. Ja. Ja, daar kom je gewoon niet aan onderuit. We willen niks vieren, maar daar kom je niks aan onderuit. Nee. Dus ja. Wat we gaan doen is, dit is voorlopig even de laatste vlog. De komende 4 weken is vakantie. Houden we vakantie. Dus dat. Wij willen iedereen een hele fijne vakantie toewensen, mocht je vakantie hebben natuurlijk. En tot na de vakantie. Ja, en houd onze Instagram, et cetera, gewoon in de gaten. Want ja, daar posten we tussendoor nog wel wat op. Dus Nou, bedankt voor het kijken. Ja, en tot na de vakantie. Tot ziens.